Hallo lieve mensen, Café Weltschmerz heeft geld nodig en daarom ga jij doneren en ook een klein beetje van jouw geld geven, zodat dit allemaal mogelijk is. We hebben een programma over schoonheid en een serie die we gaan maken. En toen ik daarover sprak met Arnold, Heumakers, toen was eigenlijk het eerste wat jij zei, daar moet ook het sublieme bij in die serie. Het moet een serie worden over het schone en het sublieme. En dus nu maken we er een serie van die daarover gaat. En ik heb jou gevraagd, omdat ik... heel veel aan jouw website heb gehad, arnoldheumakers.nl. Er staan ongelooflijk veel geweldige artikelen op. En omdat jij op een hele manier, interessante manier vertelt hoe het autonome kunstbegrip is ontstaan. En dat heeft ook te maken met hoe het geëngageerde kunstbegrip is ontstaan. En daar wil ik het eigenlijk vanavond ook over gaan hebben. Misschien is het goed als jij een beetje als jij daar iets over vertelt. Voor de kijker die daar niet zo in thuis is. Ja, nou... Het punt is dat wij gewoon zijn nu hè, te spreken over kunst alsof dat iets is van alle tijden, alsof het vanzelf spreekt. En naar mijn idee, daar sta ik niet alleen in uiteraard, is het de notie van kunst die we nu hanteren, is iets wat op een bepaald moment in de geschiedenis is ontstaan. Dus er is niet een soort eeuwige idee van kunst, maar het is een contingent begrip, dus het is afhankelijk van... toeval van een historische constellatie. En ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb proberen uit te vinden hoe is dat ontstaan. Precies. En dan kom je uit in de 18e eeuw. Waar eigenlijk zoveel van onze moderne wereld is ontstaan. Waar dat voor het eerst zeg maar zijn moderne gezicht toont. En dat geldt ook voor de notie kunst. Het woord kunst bestond altijd al. Tot in de Grieken. Techne. In de Romeinen hadden het over ars. En kunstwerken zijn er natuurlijk ook altijd gemaakt, vanaf de oudheid tot op de dag van vandaag. Maar kunst als een soort onderscheidend begrip, dat een soort kwalitatieve verheffing impliceert, dat is iets wat pas in die 18e eeuw voor het eerst ontstaat. Dus je kunt nu de vraag stellen, is Willeke Alberti kunst? En als je in de 17e eeuw die vraag zou stellen, gesteld dat men de vedette van Spiegelbeeld kende, dan hadden de luisteraars waarschijnlijk niet begrepen wat die vraag inhield. Ze zouden gezegd hebben, ja natuurlijk is dat kunst, want ze kan zingen. De vraag van, en zingen kun je leren. Maar dat is niet wat je bedoelt als je vraagt, is het kunst? Want dan denk je meteen daarbij, is het kunst of is het alleen maar amusement of entertainment of is het kitsch? Ja. En dat is een associatie die voor de 18e eeuw niet bestond. Omdat kunst was een vaardigheid die je kunt leren, waar bepaalde regels voor zijn. En er was ook een systeem van kunsten, vrije kunsten, mechanische kunsten. Maar er hoorde oorlog voeren bij, kleding maken, koken, wiskunde, sterrenkunde en ga zo maar door. Dus als wij nu over kunst praten, dan hebben we het niet over sterrenkunde en niet over koken. Alhoewel chef-koks bestaan die hun best doen om ja, een soort kunst te maken. Ja, dat begrip wordt ook weer toegepast op andere precies. Velden. Maar dan is het nieuwe kunstbegrip wat toegepast wordt op haute cuisine. Met als gevolg dat het soms ook niet meer te eten is, al ziet het er vaak geweldig uit. Dat wel. Hoe heeft dat begrip kunstenaars beïnvloed, de ontwikkeling van het begrip van de kunst? Ja, het is iets wat voor een deel door kunstenaars natuurlijk zelf ook ontwikkeld is. Hè. Kunstenaars, zeker literaire kunstenaars, dus schrijvers, zijn ook vaak denkers over hun métier. Beeldende kunst iets minder, althans zeker in het verleden. Dat hele kunstbegrip is zeg maar, heeft beantwoord aan behoeften die door kunstenaars zelf is gevoeld. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel theoretici geweest die zich daar. Dus die kunstenaars die hadden geen zin meer om kunst te maken met een opdracht. En die dachten, wij willen ons vrijvechten. Ja. En dan gaan we eigenlijk een filosofie bijzoeken die ook in de tijdgeest past. Zo bewust gaan die dingen natuurlijk niet. Toeval is altijd veel belangrijker in de geschiedenis dan de intentie.
Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen als Schiller en Goethe, de grote mensen van de Weimar klassiek, dat zijn eigenlijk de eerste kunstenaars die dat, en in samenwerking daarmee iemand als Karel Philipp Moritz, een wat onbekendere figuur, dat zijn de eerste die dat, die notie van kunst en dan als autonome kunst in het leven hebben geroepen. En zij waren mensen die inderdaad, bij Goethe ligt dat iets anders, maar bij Schiller zeker, die zich echt onder kunst en opdracht heeft uitgeworsteld. Bij hem was dat heel extreem. Want hij moest van de hertog in wiens dienst, hij stond de hertog van Württemberg, moest hij legerarts worden, net als zijn vader. Daar had hij geen zin in, want hij kon leuk toneelstukken schrijven. En had buiten Württemberg een toneelstuk, Die Räuber, laten opvoeren met een waanzinnig succes. En die hertog zei, nou, dat gaat niet door. Jij mag geen toneelstukken schrijven. Hij heeft hem 2 weken cachot gegeven. En toen is Schiller met het verbod erbij om ooit nog toneelstukken te schrijven. Toen is hij gevlucht. En dan zie je hem schrijven in een brief aan een vriend. Ik ben van die hertog af en ik ben nu in de handen gevallen van het meest genereuze opdrachtgever die er maar bestaat. Het publiek. En dan zou je denken, eindelijk vrijheid. Eindelijk kun je doen wat je wilt. Het grappige is dat 20 jaar later schrijft hij aan Goethe een brief. Met het publiek is eigenlijk maar 1 verhouding mogelijk. Oorlog. Ja. Dus dat is, het publiek is zo mogelijk nog een teleurstellender opdrachtgever dan die hertog. Ja. En dat komt omdat de smaak van het publiek ook in de 18e eeuw in meerderheid dezelfde kant op ging als tegenwoordig. Dus wat men graag zag waren melodrama's, spookverhalen, liefdesverhalen, zeg maar de bouquetreeks. Vierde de toon. Dus de kunstenaar heeft zich vrijgemaakt van die ene hertog, die hem dan wel of niet die opdracht geeft, ja, of toestemming geeft, maar is daarmee eigenlijk in het gevecht en de gevangenis, ja, van het publiek terechtgekomen en heeft daar ook weer eigenlijk retoriek voor nodig om zich binnen dat publiek dan weer vrij te vechten. En na die strijd zijn we eigenlijk alsmaar aan het kijken vanaf toen tot nu. Ja, nou je kunt zeggen, daardoor is een notie ontstaan van autonomie. Van de kunst als iets wat aan eigen regels voldoet. Hè, wat natuurlijk een veel rijker, veel ruimere strekking nog heeft dan alleen het gevecht met een opdrachtgever. Maar het idee dat in de kunst iets gebeurt wat van een andere orde is dan bijvoorbeeld in de religie, in de politiek of in de filosofie. Dat is iets wat daarmee geboren wordt. Tot die tijd kun je zeggen, is eigenlijk alles wat in kunst gebeurt ondergeschikt aan een waardebepaling die uit de religie komt. Uit de filosofie of uit de politiek. Dus altijd van elders. Ja. Dus niet autonoom. En heeft die kunstenaar die autonomie dan nodig om tegen het publiek te zeggen, ja, maar het is de kunst wil dat eigenlijk zelf. De autonomie verlangde dat van dit werk of van mij. Nou, de autonomie kan op zichzelf natuurlijk niks verlangen. Maar wat je dan wel voor jezelf hebt gecreëerd is een onderscheid tussen wat echte kunst is en wat geen echte kunst is. Dus dat zie je Goethe en Schiller ook doen. Die schrijven met elkaar 2 regelijke versjes waar ze zo ongeveer de hele kunstproductie van hun tijd op de hak nemen en belachelijk maken. Nou ja, op een manier die nu niet meer echt dodelijk is. We zijn wat meer gewend tegenwoordig op dat vlak. Maar wat in destijds als een geweldig soort belediging werd beschouwd. Want eigenlijk zeggen ze dan, ja, er zijn eigenlijk maar 2 echte kunstenaars in Duitsland. Dat zijn wij en jullie zijn een stel prutsers die achter de feiten aanlopen en wel je best doet, maar het lijkt eigenlijk nergens op. Dus jullie schrijven stomme kasteelromannetjes nou of zo? Ja, dus of, ik chargeer het nou ja, een beetje, het. Maar het is een wapen om jezelf te onderscheiden. En hielp het? Ja, als je ziet wat de reputatie van Schiller en Goethe nu is en die van de tijdgenoten die ze hebben bestreden, dan kun je zeggen, ja, dat heeft enorm geholpen. Want Schiller en Goethe gelden nog steeds als grote klassieke kunstenaars. En dat komt omdat ze die strijd, omdat ze die autonome strijd aangingen van dit is kunst, wij maken kunst. Nou nee, het komt omdat ze gewoon betere dichters waren dan de rest, denk ik. Ja. Maar het is grappig dat juist bij hen, dat heeft ook te maken met veranderingen in, ja, hoe moet je het zeggen, de hele manier waarop kunst ervaren werd. Als je in een kunstwereld leeft waar het grootste deel van de kunst in opdracht wordt gemaakt, dan betekent dat kunst eigenlijk altijd op een bepaalde manier functioneel is. Ja, dus wij luisteren nu naar Handel's Royal Fireworks in het concertgebouw. En dan heb je het idee dat dat voor een concertzaal gemaakt is. Maar het was natuurlijk gewoon voor een vuurwerk. Ja, de koning van Engeland had de Spaanse Successieoorlog, als ik me goed herinner, met succes afgerond.
En die dacht, weet je wat, ik geef een Hyde Park, een vuurwerk aan mijn volk en daar moet een deuntje bij. Ja, dus in plaats van dat kunst dan onderdeel wordt van een feest of een ceremonie of iets bepaald, gaan we met z'n allen zitten kijken van, is dit kunst en is dit hoge kunst? En heb ik die kunstervaring waar ik zo naar verlang en krijg je eigenlijk een ander discours wordt er gevormd. Zeker. En dat is iets wat begint, zeg maar, aan het eind van de 17e eeuw, dat mensen zoveel plezier beleven aan muziek, aan literatuur, aan toneel, dat ze speciaal daarvoor erheen gaan. Voor die tijd, zeg maar, werd muziek gemaakt in de herberg. En dan lulde iedereen er doorheen. He, je gaat niet stil zijn als er muziek wordt gemaakt. Ja. En op een gegeven moment zeggen mensen van, goh, het klinkt zo geweldig. Laten we eens luisteren. En als we nou een skip forward doen tot het nu. Ja. En we kijken eigenlijk wat die autonome kunst of die ontwikkeling van het begrip ons heeft gebracht. Welke problemen of welk gezeik heeft het ons eigenlijk opgeleverd in het heden? Nou ja, dat is één. Het wordt vaak voorgesteld als een soort emancipatie van de kunst. Eindelijk zijn we van de greep van die kerk af. Eindelijk zijn we onder het juk van de moraal uit. Eindelijk kunnen we doen wat we willen. Maar eindelijk hebben ze zich dan ook van de hele samenleving geïsoleerd als een eigen gebied. En dan kun je zeggen, dat is prachtig. Maar onmiddellijk krijg je dan ook de vraag, waartoe dient dit dan in zekere zin? Want een kunstwerk is per definitie iets sociaals. Een schilderij dat niemand ziet, een muziekstuk waar niemand naar luistert, een roman die niemand leest, dat net zo goed niet gemaakt kunnen worden. Dus met die bevrijding, met die emancipatie ontstaat ook de vraag van waartoe zijn wij als kunst op aarde? Dus de noodzaak om je te legitimeren, jezelf te rechtvaardigen, die is daarmee tegelijkertijd in het leven geroepen. En dan lijkt op het eerste gezicht die autonomie een enorme belemmering. Omdat je eigenlijk gezegd hebt, ik heb met jullie samenleving geen flikker te maken. En die samenleving zegt, ja, maar waarom zouden wij dan enige belangstelling voor jullie opbrengen als kunstenaars? En daar heeft Schiller een oplossing voor bedacht. Tenminste, zo interpreteer ik dat. Want die heeft in zijn brieven over de esthetische opvoeding, 1795, midden in de tijd van de Franse Revolutie, heeft hij bedacht dat de functie die de kunst in de samenleving heeft eigenlijk gebaseerd is juist op die autonomie. Dus dat omdat de kunst autonomie geworden is, kan ze een bijzondere functie in de samenleving vervullen. En dat is de functie van een soort heelmeester. Want Schiller was een man die enorme kritiek had op de moderne tijd. En dan krijg je de bekende riedel, vervreemding, bureaucratisering, arbeidsdeling, waar eigenlijk niemand weet meer precies waar die bij hoort, nihilisme. Gaan ze maar door. Dat zijn allemaal zaken die de moderne samenleving tot niet te volmaakte samenleving maken. Die men er zelf vaak in ziet. En Schiller zegt, nou ja, die kunst die hoort er dus niet helemaal bij als autonome kunst. Die is als het ware, heeft een eigen wal van immuniteit. Dat is het woord wat hij gebruikt om zichzelf opgeworpen. Die kunst die kan ook nog putten uit gezonder tijden dan de onze. En voor Schiller was dat dan de klassieke oudheid. Dus de kunstenaar, een echte kunstenaar dan weliswaar, die staat nog in direct contact met de grote kunstenaars uit de oudheid. En omdat hij er dus niet bij hoort, kan hij als het ware van buitenaf een injectie gezondheid aan die zieke moderne samenleving verschaffen. Dat is eigenlijk een heel ideaal idee. Schiller is een idealist. Een aanhanger van een eigen vorm van idealisme. Ja. Dus je zou kunnen zeggen wat Schiller uitvindt als rechtvaardiging voor de autonoom geworden kunst is het engagement. Ja. En dan niet het engagement met een bepaalde politieke richting of stroming, maar het engagement met de kunst. En dat is wat hij probeert te bewijzen op een hele ingewikkelde manier in die brieven over de esthetische opvoeding. Dat zal ik nou niet hier proberen te reconstrueren. Hij probeert te bewijzen dat zeg maar in de poëzie, wat voor hem ook de kern van alle kunsten is, dat daar en in de schoonheid, dat daar een soort kwaliteit zit, die per definitie die helende werking heeft, die aan de kunst als zodanig wordt. Geloof je daar zelf ook in? Of zie je dat meer op zo'n antropologische, historische manier? Nou ja, het is heel moeilijk om er helemaal niet in te geloven. Want dan moet je je gaan afvragen, waarom hou ik me er dan zo mee bezig? Ik heb mijn hele leven met literatuur en kunst en dat soort waarom zaken. Waarom hou je er mee bezig? Waarom is dit jouw... Nou, kijk, de pretenties die Schiller koestert ten aanzien van de mogelijkheden van het hele van de samenleving, hoewel die bij Schiller heel subtiel en genuanceerd worden verwoord, die kan ik niet delen. Want dan zijn er al 2 eeuwen lang wordt er een helende invloed van de kunst op de samenleving uitgeoefend.
ik krijg niet de indruk dat we nou zoveel heler en gezonder worden. Dus de remedie is er wel, maar het helpt kennelijk niet. Dus dan zit daar een probleem. Maar wat bedoelt hij dan precies met gezond en helen? Wat heeft hij dan voor ogen? Dan ben ik toch benieuwd naar. Ja. Dan moet ik iets meer in detail treden. Om het heel, heel simpel samen te vatten, zegt hij van, er zit in de schoonheid, in de ervaring van schoonheid, zit een soort vrijheid besloten, waardoor alles eigenlijk opnieuw kan beginnen. Dan ben je zozeer losgekomen van alle vaste bepalingen die je maken tot wat je bent, dat als je die onderdompeling in die vrijheid, die altijd maar tijdelijk is natuurlijk, en wanneer je in de ban bent van een kunstwerk, wanneer je die onderdompeling ondergaat, dan kun je als het ware de regels van het spel verleggen. Mm-hmm. Je kunt als het ware je herbronnen, hè, regenereren. Dat wordt ook de inzet vaak van dat engagement. De pretenties gaan echt heel ver. Yeah. Een nieuwe mensheid, een nieuwe geschiedenis zou kunnen ontstaan op basis van die veronderstelde losmakende, bevrijdende werking die in de schoonheidservaring zit. Ja, dus en hij heeft daar een heel technisch verhaal over, maar dat moeten we echt laten rusten hier. Ja, en het idee is ook dat iedereen dat kan ervaren bij kunst. In principe wel, ja. Ja. Maar de werkelijkheid is anders. Dus dat is ook alweer, dat is het realisme van Schiller. Hij is aan de ene kant idealist, aan de andere kant realist. Hij vraagt zich af op het eind, is dit ook echt te realiseren? Dan zegt hij, alleen in bepaalde selecte kringen. Ja. Het gaat niet lukken voor de hele maatschappij. Ja. En hij zegt ook, je moet toch niet denken dat kunst en werkelijkheid hetzelfde zijn. Hij zegt, dus je moet een onderscheid tussen die dingen maken en dan kan het een heilzame, corrigerende werking hebben. Dat begrip? Maar de romantici, die verliezen al die voorzichtigheid uit het hoofd, die één generatie later zitten, die bij Schiller in de collegebanken hebben gezeten, die hem gelezen hebben, die de invloed daarvan hebben ondergaan. En die geloven echt, voor een korte periode weliswaar, dat de hele wereld veranderd kan worden door middel van de kunst, door middel van de poëzie. Dat die echt revolutie teweeg kan brengen. Nou ja, de esthetische revolutie noemen ze dat zelf. Die ervoor zorgt dat je echt in een nieuwe geschiedenis, een nieuwe mensheid, in een nieuwe wereld komt. En dat is iets wat eindeloos herhaald is in telkens nieuwe vormen. Ja. In al die avant-garde bewegingen die erop gevolgd zijn. Ja. Ja. Dus dat is zeg maar het engagementsdiscours over de kunst. Waar het gaat om een engagement met de kunst zelf. Want die heeft die helende kracht. Naderhand zie je ook engagement met allerlei politieke bewegingen. Maar dan maak je jezelf eigenlijk dienstbaar aan iets wat buiten de kunst ligt. Dan doe je afbreuk aan die initiële autonomie die de kunst heeft. Ja, denk je dat het waar is, Kate? Dat niet ook Schiller op dat moment al een soort van dienstbare rol aan het zoeken was? In die opstelling ten opzichte van die autonomie? Ja, doordat hij zegt, die kunst die kan dan die helende uitwerking hebben, zoekt hij natuurlijk ook weer een relatie tot de samenleving waarop die kunst een helende uitwerking moet hebben. Dat bedoel je. Ja, ik geloof dus dat de ware kunstenaar eigenlijk altijd een beetje die verhouding tot de maatschappij heeft. Dus het omdraaien van waarden. Daarom gooi je de dichter ook altijd buiten de stadspoorten. Daarom is hij ook vervelend en irritant en wil je van hem af en moet hij soms de gifbeker drinken of zo. En jij zegt dan, nee, dat denk je alleen maar omdat jij in het romantische periode leeft. Dus, precies. En Stefan, jij zit zo in die periode dat je daar helemaal niet buiten kunt denken. Dus dat is toch volledig afhankelijk van die bubbel eigenlijk. Nou ja, dat is ook heel moeilijk om buiten je eigen tijd te denken. Ja, maar ik denk dat de romantiek eigenlijk alleen maar iets van het artistieke heeft versterkt, heeft aangezet. En dat ook is gaan fetisheren. Waardoor het zeg maar een soort van een stijl is geworden of een vorm is geworden. En volgens mij zijn we daar nu naar aan het kijken hoe die stijl van dat autonome kunstbegrip zich heeft ontwikkeld van autonomie naar engagement, naar politiek geëngageerde kunst nu. Ja, want dat is misschien ook goed om daar even op in te gaan, hoe dat er dan nu uitziet en wat dan precies die ontwikkeling is geweest van het idee van autonomie naar engagement zoals we het tegenwoordig kennen. Ja, zoals ik het zie, moet je dat er wordt altijd een tegenstelling geconstrueerd tussen aan de ene kant geëngageerde kunst, aan de andere kant autonoom. Dat is heel erg leuk om dat door te breken, die valse tegenstelling. Dat is in mijn ogen een valse tegenstelling, in zoverre dat autonomie is de basis. Zonder autonomie is er überhaupt geen sprake van kunst in onze huidige betekenis van het woord. En ook niet van geëngageerde kunst.
Nee, dus de engageerde kunst wordt pas mogelijk als kunst autonoom geworden is. Want voor die tijd zou je kunnen zeggen is kunst altijd geëngageerd, omdat ze ingeschaald is, onderdeel is van een politieke, religieuze of andere orde. Maar dan, dat noem ik geen engagement, want daar is geen keuze. Dat is vanzelfsprekend. En dan, jij hebt het idee dat er toch bij de kunstenaar een soort element van vrijheid is. Maar dat hebben ze heel goed verborgen weten te houden al die eeuwen door. Want je leest er nergens over. Niemand heeft het daarover. Ik kan me voorstellen als een kunstenaar voor het lege doek staat, dat hij denkt van, mijn god, wat moet ik maken? Ik weet het niet. En op de een of andere manier wordt het dan toch weer een Madonna of een kerststalletje. Dus zo vrij is het niet. Want, en dat hij dat doet is heel begrijpelijk. Omdat de functie van het schilderij was, pakweg in de middeleeuwen, om de gelovigen nader tot God te brengen. En dat kon, als je, zeker als je niet zo goed in de woordcultuur thuis bent, toch beter met een beeld dan met al die preken. En misschien is dat ook wel zo. Die vrijheid, die kreeg nooit, zeg maar, zijn moment, of dat vrijheidsmoment werd nooit verduurzaamd. Het zat er misschien in, maar we kunnen het niet aanwijzen. Ja. Je kunt het alleen veronderstellen met de huidige romantische blik waar die vrijheid eigenlijk zich breed gemaakt heeft. De dragende kracht van het hele kunstbegrip is geworden. Ja, ik heb nooit vrije kunst gezien, ook niet in de autonome of romantische periode. Dus ik zie daarin eigenlijk ook kunstenaars die constant bepaalde romantische ideeën uitdragen. Ja, zeker. En zijn altijd met onderwerpen. Maar je moet die autonomie, die is altijd relatief. Er is absolute autonomie, bestaat niet. Mensen kunnen nooit helemaal vrij zijn. Dan zou je meteen ophouden met ademen, bij wijze van spreken. Want dan ben je al gebonden aan de lucht. En elke kunstenaar is ook een kind van zijn tijd. Maar dat is wat iemand als Schiele zegt. Elke kunstenaar is een kind van zijn tijd, maar ook een beetje niet. Dat is het bijzondere van. Er is toch een verschil tussen een kunstenaar en op grond van die autonome kunst en bijvoorbeeld een banketbakker. Die is helemaal een kunst van zijn tijd. De kunstenaar is ook een beetje niet een kind van zijn tijd. En die, dat extra, dat bijzondere, daar zit de kracht en de potentie van de kunst om voor de samenleving iets bijzonders te doen. Dus hij staat er toch altijd met één poot buiten. Ja. En ik denk, oh, daar zit wel iets in. Ja. Als kunstenaars precies hetzelfde waren als een loketbediende. Ja, waarom zou je er zoveel aandacht aan schenken dan? Ja. Dat slaat ook ergens op, die aandacht die de kunst krijgt. Maar om nog even terug te komen op die relatie autonomie en engagement. Er is nog een derde factor. En dat is eigenlijk de factor die je laar pour laar kunt noemen. Kunst onder kunst. Want dat is ook iets wat in de moderne tijd, vanaf zeg maar de late 18e eeuw is ontstaan, dat kunstenaars zeggen, maar ik wil helemaal geen engagement, ik wil die maatschappij helemaal niet. En dat is heel vaak een reactie op het échec van de eerdere poging om de wereld te redden. Als blijkt dat de wereld helemaal niet gered wil worden. Dan moet je weer terug naar die kunst voor de kunsten. Nou, dan ga je niet terug, dat verzin je dan. Dat is, want het kunst is nooit alleen maar voor de kunst. Dus eigenlijk krijg je een constante heen en weer beweging tussen die twee verschillende. Dat is mijn idee. Dat kun je ook bijna aanwijzen. Ook zelfs niet. En dat gaat alsmaar heen en weer. Vanaf dus de romantiek, zou je kunnen zeggen. Zou vaak je ook bij dezelfde kunstenaars. Een voorbeeld kunnen noemen van zo'n beweging? Ja, heel veel voorbeelden zou ik kunnen noemen. Maar ik zal één, zal mensen niet zoveel zeggen. Théophile Gautier, een Franse dichter. Die heeft dat idee van laar pour laar gangbaar gemaakt. Ja. In een voorwoord bij een roman in 1835. Waar hij echt zegt, kunst dient helemaal nergens toe. Wat Oscar Wilde later herhaalt. All art is quite useless. Je hebt goede en slechte kunst. Maar het staat allemaal los van de moraal en dit en dat. Dat waren allemaal gemeenplaatsen tegen de tijd dat Wilde ze verkondigt. Werkelijk, hij kan het prachtig. Maar Gautier had dat allemaal al eerder gedaan. En daarna Baudelaire. Die een enorme leerling, een bewonderaar van Gautier was. En die Gautier, die zegt op een gegeven moment, die is als jonge jongen, als hij 20, een romanticus die geloofde dat de romantiek de wereld gaat hervormen. Precies eigenlijk als een dolgedraaide Schiele. Nou ja, toen krijg je de revolutie van 1830 en wie wordt er dan koning? Louis-Philippe. En je krijgt het regime van de bankiers en van de burgerij. En helemaal geen regeneratie van de mensheid en van de samenleving. En dat leidt bij zo'n Gautier tot een enorme deceptie, een enorme teleurstelling. Ook allemaal gedichten worden er geschreven van wat is het leven ellendig en je kunt er beter een eind aan maken. Hij was een levendige man, dus dat deed hij niet. Maar hij schrijft dan wel een roman en daar schrijft hij een voorwoord bij waar hij uiteenzet dat kunst helemaal niets nuttigs is en ook niets hoeft en kan doen wat ze wil en eigenlijk alleen zichzelf dient. Want op datzelfde moment heb je
politici, Saint-Simonisten, soort socialisten af alle letteren, die eisen van die romantici dat ze zich aan achter dat socialisme schaaren. Ja. Dat ze dienstbaar worden aan het ideaal van vrijheid, gelijkheid, broederschap. En welk argument gebruikt hij dat hij dat niet hoeft te doen? Nou ja, ten eerste zegt hij het hele leven is zinloos, dus dat wordt niks met die vooruitgang waar die Saint-Simonisten naar verlangen. De kunst heeft maar één ding, één kracht eigenlijk, dat is dat ze mooi kan zijn. En dat is ook wat ze moet zijn. Ja. En dat is het enige waar het om draait. En diezelfde Cotier, die dus van 1833 tot 1848 dit idee aanhangt, die gaat in 1848, wanneer er weer een revolutie plaatsvindt, wanneer die Franse koning Louis-Philippe eruit wordt gekegeld en alle all bets are off, waar alles weer opnieuw kan beginnen, dan slaat hij als een blad aan de boom om en dan zegt hij, ja, wat we zouden moeten hebben is kunst voor het volk. Ja. En dan gaat hij bedenken, ik wil eigenlijk best wel meewerken aan een groot gezantkunstwerk waar we de democratie gaan verheerlijken. En een toneelstuk schrijven. En weet je wat we dan moeten doen? Dan moeten we de kaartjes afschaffen. Dat iedereen gratis erin kan en dergelijke. En dan gaat hij echt dus dromen van een kunst die juist voor iedereen is. Terwijl bij die laar-poor-laar kunst was, dat ging. Dus hij zoekt gewoon een weg waar die gaan kan op dat moment. Nou ja, op dat moment inderdaad. Dan kun je zeggen dat is opportunisme. Ja. Maar ik zeg nee. Hij speelt dan op het moment dat hij dan inherent aan het hele kunstbegrip. En als hij dan die kaartjes voor iedereen wil, is dan die schoonheid nog een onderdeel van zijn argumentatie? Ja, maar dan schoonheid. Baudelaire is precies hetzelfde verhaal. Die doet dat ook. Hè? Die is ook voor 1848 laar-poor-laar. En die schoonheid gaat dan de mensen helpen? Baudelaire zegt dan, weet je wat mooi is? Het volk is mooi. Ja. Het volk in opstand. Dat is eigenlijk de grootste schoonheid die er is. Ja. En dan krijgen ze verkiezingen. En wie wordt er dan president? Louis Napoleon. De zoon van onze Lodewijk Napoleon. De achterneef van Bonaparte. En die sticht, die is dan 3 jaar president. Dan wil hij het blijven. Die pleegt een staatsgreep en maakt er een dictatuur van. Dan wordt het Second Empire. Gautier worden allemaal keren ze weer terug naar laar-poor-laar. Ja. Op dat moment. En worden ook tot op zekere hoogte sympathisant van die Napoleon de Derde. En wie zijn de kijkers, degene die naar die laar-poor-laar genieten, zou ik maar zeggen. Welke sociaal-economische klasse is dat eigenlijk? Dat is een hele dat is een lastige vraag. Want het zijn doctrines. Ja. Deze mensen, ook Cotier, leefden helemaal niet naar die doctrine. Want daar had hij het geld niet voor. Nee. Hij heeft zijn hele leven. Bijvoorbeeld in dat voorwoord, dat hele idee van laar-poor-laar lanceert. Dat begint met een enorme tirade tegen de pers. De media, zeg maar. De kranten, die snappen er helemaal niks van. Dat is verschrikkelijk. En het jaar nadat dat hij dat voorwoord heeft geschreven, werd hij zelf journalist, want hij had geen geld. Hij had van huis uit geen geld. Dus hij heeft zijn hele leven lang kranten volgeschreven. Met recensies, met artikelen, met feuilletons en dergelijke. Dat was een manier om goed geld te verdienen als schrijver. Dus als je ervan uitgaat dat Cotier kunst om de kunst maakte en dat hij dat ook in de krant deed, was het dus ook voor iedereen. Ja. Maar voor mensen die het zouden kunnen. Maar hij had zelf, die het zouden kunnen begrijpen. Maar hij had zelf al het idee dat de meer strikte poëzievormen, dus de dichtkunst in de letterlijke zin van het woord, wat voor minder mensen toegankelijk is dan een feuilleton in de krant, dat eigenlijk de ware kunst was. Maar dat was iets wat hij cultiveerde, maar niet helemaal in de praktijk kon brengen. Hij schreef al een aantal dichtbundels en die werden niet zo goed verkocht als, wat was een zeer succesvol krantenman, als zijn krantenartikelen. Maar dat zou dan zijn ware kunst moeten zijn geweest. Ja. En dat is niet voor een specifieke groep. Nee. Of klasse bedoelt, maar hij zal denken, ja, het gewone volk snapt hier toch niks van natuurlijk. Maar in 1848 dacht hij dat wel. Dus op een bepaalde manier gaat ook zijn behoefte aan eigenlijk bevrijd zijn van dat juk, van dat hij de hele tijd die stukken moet schrijven, gepaard met een soort ideaalbeeld, een moment waarop hij daarvan bevrijd zou zijn en waarop hij eigenlijk de echte kunst zou kunnen gaan maken. Ja. Ja. Maar het grappige is dat dus dat ideaalbeeld is ontstaan in reactie op socialisten die tegen hem zeggen, je moet ons dienen. Ja. En je moet het socialistische ideaal dienen. Ja. En anderen waar het op als reactie werd ontstaan is op zeg maar een soort burgerlijke kuisheidscampagne die toen in Frankrijk woedde, waarbij die vijgenbladen voor al die geslachtsdelen in de musea zijn geplakt. En waarbij enorme kritiek was op
liederlijke passages in stukken die Gautier eerder had geschreven. Ja. En dan zegt hij, ja, daar heeft de kunst ook niks mee te maken. Kunst staat boven de moraal. Dat is een eigen moraal die je niet met de gebruikelijke burgerlijke moraal kunt verwisselen. In dat heen en weer gaan tussen engagement en autonomie, volgens mij zit er nog een soort van derde mogelijkheid bij die je ziet. En ik merk dat ik daar zelf soms ook toe neig. Is eigenlijk als je dus niet in die pendel tussen autonomie en engagement wil trappen, dan zeg je soms, fuck die hele autonomie, ik wil eigenlijk terug naar een soort klassieke kunstopvatting, waarbij je inderdaad weer gewoon een soort toegepaste kunst maakt, een bepaald ideaal dient. En dan om eigenlijk te ontsnappen aan die stelling. Dat is volgens mij ook iets wat je steeds in de geschiedenis terug ziet komen. Misschien is dat interessant om nog even te bespreken. Ja, ik geef daar eens een voorbeeld van. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3. Of je bedoelt de Arts and Crafts Movement bijvoorbeeld. Maar dat zou ik ook als engagement Je ziet het natuurlijk met Roger Scruton heel erg. Hè? Dus dat mensen daar heel erg naar verlangen. Hè? Dus dat bijvoorbeeld figuratieve kunst weer terug moet komen. Of dat kunst helemaal niet avant-gardistisch hoeft te zijn. Ja, of Goethe na zijn Italiaanse reizen. Dat omschrijf je geloof ik ook. Dat Goethe op reis gaat naar Italië en terugkomt eigenlijk met zijn klassiek kunstidee. Wat hij opdoet aan de hand van die Romeinse... Maar dat vind ik een vorm van romantiek is dat. Ja. Want kijk, hij keert niet terug naar het klassicisme zoals het voor deze hele ontwikkeling, die ik ook esthetische revolutie noem, plaatsvond. Hij keert niet terug naar een strikte regelesthetica. En waarbij de schoonheid, zeg maar, als een soort Platoons ideaal boven elk kunstwerk zweeft. Hij realiseert zich ook dat de oudheid voorbij is. Dat er geen mogelijkheid is om terug te keren. Dat wil ik begrijpen. Dus je hebt de klassieke opvatting is dat de schoonheid als een Platoniaans ideaal boven alles is. Ja. En wat is dan de opvatting van schoonheid en sublime binnen het romantische autonome begrip? Nou, die moet de kunstenaar uit de natuur putten. En hij is zeg maar de geleider die zeg maar in wie de creativiteit van de natuur een specifieke vorm heeft aangenomen. Dus het is ook niet, het wordt altijd gezegd, romantische kunst is expressieve kunst. En veel romantici zeiden dat ook over zichzelf. Hè? Want het is een soort overstromen van het gevoel dat dan een vorm krijgt. Sommige romantici hadden ook het idee van, ik ben een onderdeel van de scheppingskracht van de natuur. En ze hadden het idee dat de schepping nog niet af was. Hè? Dat er een soort permanent scheppingsproces gaande was. Waarbij de mensheid het oppervlak van de aarde vorm geeft. Dus je zou kunnen zeggen, onze techniek, dat zijn onze bloemenblaadjes of onze takken. Als je ons met een boom vergelijkt. Er is dus geen onderscheid tussen cultuur en natuur. Het is allemaal beelddoen. Het is allemaal vorming van dingen die de wereld mooier en bijzonderder maken en compleet maken. Alleen, het komt nooit af. Het is een eindeloos proces. Ja. En de kunstenaar zit zeg maar in de voorhoede van dat proces. Die creëert telkens weer iets nieuws, waardoor die de oppervlak van de aarde een ander aanschijn geeft. Zoals Novalis zegt, we zijn op een missie. Onze missie is de bieldoen van de aarde, de bieldoen der aarde. We moeten de aarde vorm geven. Dat is wat de mens doet. En de kunstenaar is degene bij wie dat in geconcentreerde vorm zichtbaar was. Maar ze beschouwden ook iedereen als een potentiële kunstenaar. Kun je daarin vinden als kunstenaar? In dat beeld van de kunstenaar? Ik vind die perspectieven zo op elkaar lijken. Zeg maar naar het Platoniaanse toe en zeg maar naar het realisme toe. Want het gaat allebei over perceptie en over hoe je dingen begrijpt en cognitie. En de grillen van de perceptie spelen daar een belangrijk onderdeel in. Dus ik zie het als een cultureel proces van mensen die eigenlijk uit de natuur meer naar een soort van complexere cultuur en burgerij en dat soort dingen gaan. Ik zie het, daar plaats ik het in. Maar in feite blijf ik nog steeds bij mijn de Arnold verworpen stelling dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is voor mijn gevoel. Voor mijn, dus hoe ik naar kunst kijk, daar is eigenlijk geen onderscheid aan te brengen tussen het ideaal en de grillige realiteit of zo en de diepe krochten daarin. Maar je moet je dus realiseren dat de klassieke kunstopvatting dat nou juist wel probeert te doen, dat onderscheid aan te brengen. Ja. Dus grilligheid, originaliteit, authenticiteit, dat was uit den boze. Ja. Dus kunst moest beantwoorden of moest streven naar een bepaald ideaal. Mm-hmm. Dat kon nooit helemaal bereikt worden, want het was
Platoons, dus het is buiten de zintuigelijke wereld. Maar er waren kunstenaars die het bijna bereikt hadden. En dat waren de kunstenaars uit de oudheid. En er waren mensen die ook hadden beschreven hoe je het zou moeten bereiken. Dat waren de theoretici uit de oudheid. Aristoteles, Horatius, Quintilianus, Plato. Dus wat men doet is een soort wetboeken opstellen met regels die je kunt volgen. Mm-hmm. En dan kom je in de buurt. En dan realiseert ze zich wel dat als je alles volgens het boekje doet, dat toch niet garandeert dat je een volmaakt kunstwerk produceert. Dus ze hadden ook nog een escape categorie, het je ne sais quoi. Ik weet het niet. En daar valt dan eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de hele romantiek is uit het je ne sais quoi voortgekomen. Dat is een soort zwart gat geworden, waarin dat hele klassicisme is verdwenen. En plop, komt de romantiek eruit als een kunststroming en een kunstopvatting die wel raad weet met dat je ne sais quoi, die het kan benoemen. En bijvoorbeeld het sublime noemt, of het genie noemt, of originaliteit noemt en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Waar de creativiteit, die natuurlijk altijd aanwezig is geweest, altijd hebben mensen de behoefte gevoeld om te dansen en te springen en muziek te maken en gedichten en schilderijen te maken en te versieren. Maar de manier waarop je dat laat gebeuren en de manier waarop je erover spreekt, dat is iets wat voortdurend verandert. Dus daar heb ik het ook over. Hè? Niet over die initiële neiging om kunst te maken of om dingen te produceren. Ja, dat snap ik, ja. Daarin zie ik toch wel echt een heel wezenlijk verschil met wat er vanaf de romantiek over gedacht wordt en wat er daarvoor gedacht werd. Ja. Ook al überhaupt waar je het over hebt. Hè? Als je ziet dat daarvoor dus, als het over kunst gaat, als het woord kunst in de mond nemen, dat er een heel scala aan bezigheden mee wordt bedoeld. En dat wij het eigenlijk nog alleen maar over wat dan de schone kunst heet. Ja. Ook iets in de 18e eeuw is voor het eerst iemand die zegt... Maar dat is nu wel echt uit elkaar gevallen, toch? Dat idee van de kunsten. Dat is bijna... je hebt het nog wel, zeg maar, in de soort van... in de kunstwereld, hè, dat mensen naar Art Basel gaan om dan echte kunst te kopen. En dan heb je dan mindere kunst of zo. Dat is dan popcultuur. Dat bestaat nog wel een beetje, maar dat is natuurlijk wel heel erg aan het verbrokkelen, dat idee. Omdat je ook niet meer een soort... omdat dat discours wordt heel, heel moeilijk... Is heel moeilijk te beschermen nog? Nou, ik weet niet. Dat zeg je nu wel. Kijk, waar je het nu over hebt, is dat het verschil tussen hoog en laag is weggevallen. Onder andere, want dat zit natuurlijk in die uitvinding van de autonomie van de kunst. Zit het idee, je hebt hoge kunst en je hebt lage kunst. En constant worden eigenlijk allemaal dingen die hoge kunst ingeschreven. Ja. Dus eerst die toilet van Duchamp, die pot van Duchamp. En dus eigenlijk wordt dat vat... Van die hogere autonome kunst gevuld met alle dingen in de wereld. Zo lang, op een gegeven moment is alles geappropriëerd. Zit alles erin. Maar dat is in wezen een logica die met de romantiek begint. Ja. Want als dat hele vat vol zit en dus alles tot kunst verklaard is. Ja. Maar dat doen die romantici al van aan het begin. Ja. De hele aarde is een kunstwerk. Elke mens is een kunstenaar. Dus dat soort ideeën die eindeloos herhaald zijn. Hè? Als je Joseph Beuys, zoals ik de mensen die zijn kunstenaar. Bij Novalis staat echt precies hetzelfde in 1800. Hè? Die vond dat ook. Ja. Dat in elk mens zit een kunstenaar verscholen. En als zij het hebben over we moeten als kunstenaars de wereld vernieuwen en de mensheid regenereren. Dat bedoelen ze eigenlijk. We moeten de kunstenaar en iedereen wakker maken. Zodat iedereen die aangeboren creativiteit die nu onbenut blijft gaat gebruiken om de wereld te verfraaien en een andere wereld te creëren. Ja. Dus op zichzelf is... Het feit dat nu eigenlijk alles in een kunstwerk getuimeld kan worden, gegooid kan worden, dat is niks nieuws. Want dat is ook een heel belangrijk verschil met dat klassicisme en die romantiek. Het klassicisme maakt ook een onderscheid tussen hoge en lage kunst. Maar de hoge kunst is de kunst die aan het hof wordt gewaardeerd. Dus eigenlijk de sociale verschillen bepalen het verschil tussen hoog en laag. De lage kunst, daar lachten de mensen om op de kermis. Dus had je een probleem met iemand als Molière, die zowel op de kermis als aan het hof werd gewaardeerd. Daar kunnen ze dan eindeloos over delibereren van waar hoort die dan precies thuis. Maar binnen die hofkunst, die dan als ware kunst gold, daar golden hele strenge regels. Bijvoorbeeld de regel van de welvoeglijkheid. Je moet dus spreken op een manier die past bij je stand. Dus een koning in een toneelstuk kan niet iets schelden of kan niet tieren. Dus dan zie je ook op een gegeven moment dat ze bijvoorbeeld Homerus gaan kritiseren. Zeggen ze, ja, Homerus laat... in de Odyssee, Odysseus, als hij terugkomt op Ithaca, op een mestvaal te slapen. Ja. Nou, koningen slapen niet op een mestvaal, dat kan niet, dat is een fout. Fout, Homerus. En op het slagveld
laat die goden en helden hele verhandelingen afsteken. Nou ja, op het slagveld, dat kan toch helemaal niet. Ja, het vechten. Dus dat soort regels, dat doe je ook niet. En goden worden kwaad. Nou, goden of plegen overspel. Goden plegen geen overspel. Ja. En wat je ziet bij die romantische kunst, is dat dat allemaal kan. Ja, dus het lage naast het hoge, het plat plebeese naast het adellijke, het komische naast het tragische. Dat waren ook, die klassieke kunst was ook onderverdeeld in strenge genres, waar je niet aan grensoverschrijding mocht doen, behalve in de lyriek, daar kon wat meer. Ja. En die romantici lappen dat allemaal aan hun laars. Zowel op formeel als inhoudelijk punt halen ze dingen in de serieuze kunst die er tot die tijd absoluut niet thuis hoorden. Dus je kunt zeggen in aanleg, als we dat nu zien, we zien het niet eens meer omdat we het zo gewend zijn. Maar in aanleg zit dus die grensoverschrijding van hoog en laag die tegenwoordig zo'n maniacale vormen heeft aangenomen. Die zit er van meet af aan in. Dus het is binnen de logica van... Maar het gaat nog steeds over kunst. Je kunt ook zeggen, popmuziek blijft muziek. Mm-hmm. Het blijft over muziek gaan. En natuurlijk, je kunt zeggen met iemand als Warhol, die dan een zoeblik de kunstgalerij binnenhaalt, dan gaan de grenzen wel weg. Maar hij haalt het wel het museum binnen. Of de galerie binnen. Dus hij houdt het kunstbegrip intact. Alleen, dat kunstbegrip is zo ruim geworden dat als hij daartoe de beslissing neemt, eigenlijk alles in dat kunstbegrip kan worden ondergebracht. Maar hij doorbreekt niet het kunstbegrip. Ik zie dat nog steeds niet gebeuren. Ja. Vind je dat omdat prettig, dat kunstbegrip nooit doorbroken wordt? Oh, dat is niet aan mij. Dat zijn gebeurtenissen die je niet in je greep hebt. Ja. Dit gebeurt. Dus het enige wat je er eigenlijk over kunt zeggen. Ja. En wat je kunt proberen is het zorgvuldig of empathisch mogelijk in kaart brengen. Ja. En ik zal het ermee moeten doen. Je kunt wel iets nieuw kunstbegrip bedenken. En dat gebeurt ook van tijd tot tijd. Maar bijna altijd merk je, oh ja, het past eigenlijk gewoon binnen het romantische kunstbegrip. Maar jij ervaart dat weer heel anders. Want jij hebt het gevoel dat je eigenlijk aan het worstelen bent met een bepaald kunstbegrip wat nu dominant is. En dat in die overwinning van dat kunstbegrip ook jij je kunt manifesteren als kunstenaar. Dus jij bent ook wel degelijk bezig met... Eigenlijk met de voorwaarden de hele tijd. De voorwaarden die mensen... waaronder je kunst maakt, maar die tegelijkertijd ook de mogelijkheid scheppen voor jou als kunstenaar. Ik ben misschien niet in de eerste plaats geïnteresseerd in het kunstbegrip. Dus ik zie dat steeds als een middel om een strijd aan te gaan, om je te manifesteren. Dus ik zie eigenlijk veel meer een soort verhaal waarbij mensen inderdaad heen en weer schuiven tussen kunst voor de kunst en dan wel engagement. En dat wordt eigenlijk een avontuur. En soms slaap je op een mesthoop en de volgende dan zit je op een troon. En dat is het verhaal van het leven. En daar geniet ik van. En dat zijn ook de verhalen die kunstenaars vertellen. En daar zie je ook het opportunisme van de kunst in het heen en weer bewegen. Dus daar geniet ik heel erg van. Dus ik ervaar helemaal niet de gevangenschap van een bepaald kunstbegrip. Maar ik ben op een bepaalde manier psychologisch geïnteresseerd in het vermogen om zo'n gedetailleerd boek te schrijven over hoe zo'n begrip precies tot stand is gekomen. Dat interesseert mij. Want daar zit ongelooflijk veel passie in. Omdat helemaal minutieus... Je ziet hier elk stapje wat bijna gezet is in het ontstaan van het begrip, zie je zeg maar plaatsvinden. En dat vind ik op een bepaalde manier iets heel merkwaardigs. En als kunstenaar heb ik daar zelf ook op een bepaalde manier niet zo heel veel mee te maken. Nee. Kunstenaars kunnen dit... Je noemt zelf gevangen in een kunstbegrip. Ik zie dat helemaal niet als een gevangenis. Okay. Het is een mogelijkheidsvoorwaarde die je de mogelijkheid biedt om al te doen wat je wilt. Ja. En als ik dan zeg, ja, dat is typisch romantisch, Stefan, wat je allemaal doet. Dat is toch helemaal niet erg? Ja. Als je dat als een gevangenis voelt, dan is dat een raar probleem. Maar dat is niet het probleem van de werkelijkheid, maar kennelijk van jezelf. Dat je zo'n hoge dunk hebt van vrijheid, dat je zodra iemand maar iets benoemt of iets, dan voel je al vastgelegd, voel je al gevangen gezet. Ja. Ik heb het eerder gehad hoor, met kunstenaars die echt kwaad werden van dit soort theorieën van mij. Zo zit ik helemaal niet. De geschiedenis heeft het niet voor het zeggen en dat soort dingen. Mm-hmm. Natuurlijk heeft de geschiedenis het niet voor het zeggen. De geschiedenis is wat gebeurt. En jij bent daar onderdeel van. Ik zie niet hoe je daar niet onderdeel van zou kunnen zijn. Maar dat komt natuurlijk ook doordat jij, als jij bent opgegroeid met een hele grote liefde voor Mozart. En daarin heb je ook een bepaald soort verwantschap gecultiveerd. Dat je eigenlijk hebt geleerd van
het luisteren naar zijn muziek, wat kunst is, wat schoonheid is voor jou. En op het moment dat iemand dan zegt, ja, maar al die ideeën die jij over kunst hebt, dat is eigenlijk van de afgelopen 200-300 jaar en niet daarvoor, dan gaat het eigenlijk in tegen hoe jij dat ervaart. Of hoe jij je eigenlijk hebt ontwikkeld. Nou ja, niet per se, het is echt op een bepaalde manier heel ingewikkeld dit. Natuurlijk is het heel ingewikkeld, ja. Ja, ik heb toch een neiging, een hele sterke neiging, en ook om dat op een soort archetypische manier te bekijken. Een soort, maar wat bedoel je daarmee, een archetypische manier? Ja, dat er zoiets is als een artistieke manifestatie. Die zelfs bestaat buiten die definitie die eigenlijk in die romantiek naar boven is gehaald. En die zie ik ook terug in kunst van voor de romantiek. Je ziet dat eigenlijk overal al gebeuren. Net zoals dat je bij de Bushmen in Zuid-Afrika al heel sterke hiërarchieën ziet. En dat mensen toch gaan zeggen dat hiërarchieën pas begonnen zijn met het patriarchaat of zo. Dus dat soort vervreemding voel je met betrekking daartoe. En op een bepaalde manier om met het kunstprogramma wat wij maken weer verder te komen dan die stelling die ik eigenlijk zie tussen klassicisme of ik noem even Roger Scruton of zo en autonomie en engagement. En zoek ik inderdaad wel naar manieren om op een andere manier naar die situatie te kijken. Maar dat gaat heel intuïtief en spelende wijze of zo. Ja. Dus ik kan daar niet nu een definitie van geven. Maar je hebt nu dit boek gelezen. Ik heb nu dit boek gelezen. Dus je bent je onschuld verloren. Ik ben mijn onschuld verloren voor altijd. Ja, maar dat is juist, nu kom je in een hoger stadium. Want je gaat uit alsof een kunstenaar eigenlijk het beste werkt als hij maar niks weet van zijn eigen positie. Ik zou zeggen, hoe meer je weet over je eigen positie, hoezeer je de inzet van je spel verhoogt. Doordat je die kennis voortaan erbij hebt. En als je werkelijk het idee hebt van ik zou willen uitbreken uit het huidige kunstbegrip. Hè, waarom zou je dat niet tot doelstelling kunnen hebben? Dat hebben wel meer kunstenaars geprobeerd. Nou ja, niet tot doelstelling. Dan zul je er eerst iets van moeten weten. Maar ja, het zit in het achterhoofd, hoor ik. Nee, want waarom verzet hij zich zo dan? Ik heb natuurlijk nu, zeg ik de hele tijd tegen Stefan, stel ik hem vragen alsof hij dat allemaal in zijn eentje doet. Maar ik ben natuurlijk ook bij betrokken. Maar ik denk dat daar, het is niet eens zozeer een doelstelling om dat kunstbegrip omver te werpen. Zoals mensen dat dan nu ervaren. Maar het is een mogelijkheid. Ja. En die levert heel veel inspiratie op. Omdat je natuurlijk je kunt eigenlijk door het een te bekritiseren, kun je ook tegelijkertijd laten zien hoe je het dan wel zou willen doen. Welke houding, welke vrolijkheid die je wel kunt laten zien als kunstenaar. En dat is natuurlijk iets. Dat is natuurlijk eigenlijk op een bepaalde manier een heel opportunistisch spel, waarbij je de hele tijd uit allerlei bronnen put. Aan de ene kant uit die overwinning die je dan gaat behalen. Aan de andere kant uit dat soort van uit het idee dat jij dan vervolgens een beter kunstbegrip gaat introduceren. Ja, die beloften moeten wel zijn. Ja, en dat zijn eigenlijk allemaal die beloftes, die gebruik je om iets gestalte te geven. Wat misschien door mensen kan worden bekeken en waar ze van kunnen genieten. Ja, waar je zelf naar kan kijken. Ja. Dat geworstel ja. van jezelf, dat is ja. iets waar je naar gaat zitten kijken. Ja. En volgens mij zie je dat heel mooi bij de Comédie Humaine van Balzac. Dat hij dan eigenlijk het voorwoord schrijft van die komedie, waarmee hij eigenlijk zegt, nou ja, mijn ambitie is dus om de hele maatschappij op een soort documentaire manier realistisch vast te leggen. Maar Balzac was natuurlijk een ongelooflijke fantast. En eigenlijk gaan die boeken constant over die wilskracht en dat duwen en dat geduw en getrek van hem. Dat zit ik te lezen als ik naar die boeken kijk. Zeker. En die maatschappij die heeft hij eigenlijk alleen maar nodig om zichzelf de hele tijd op te leggen. Dus daarin is dat kunstbegrip, dat dient hem natuurlijk om met uitgevers en zijn publiek te communiceren. Maar je kijkt naar dat bolwerk. En wij zijn nu eigenlijk op zoek naar wat doen we nou in godsnaam met dat gezeik. Over, jullie zijn politiek incorrect en zo.
zonder dat ik daar tegenover wil stellen, ja, maar kunst voor de kunst, dat vind ik totaal oninteressant om te zeggen. Ik wil dat niet zeggen. Ik wil ook niet de vrijheid van meningsuiting gaan verdedigen. Dat vind ik heel saai om te doen, oninteressant. Dus je zoekt als het ware naar oplossingen om zonder dat verder te kunnen. En mensen te overtuigen van jouw zaak en van de noodzakelijke overwinning waar zij aan moeten bijdragen. Want je wilt natuurlijk allemaal steun van mensen en geld. Volgens mij is dat waar ik als kunstenaar stiekem naar op zoek ben als ik zo'n boek lees. Van, oh ja, wat ga ik daarvan gebruiken? Hoe ga ik dit praktisch toepassen? Maar dat is precies wat ik bedoel. Dat je je inzet verhoogt doordat je je kennis vergroot over de situatie waar je in verkeert. Want er is niets wat je gebiedt om je neer te leggen en te zeggen, oh ja, dan is het allemaal laarpoelaar of ik ben geëngageerd of dit of dat. Je kunt dat toch, het is materiaal wat je kunt gebruiken. En uiteindelijk gaat het om het resultaat wat je maakt. Ja. Maar het is wel heel erg romantisch wat je zegt. Ja. Maar dat zijn van die we hebben ook twee handen en twee benen. Je kunt inderdaad hele nachten wakker liggen, had ik er maar drie. Dus aan de ene kant is het romantische begrip iets wat heel erg beperkt is tot de periode van de romantiek tot nu. En aan de andere kant is het zo universeel als handen en voeten hebben. Nou ja, niet, je vindt het niet daarvoor. Ja. Voordat de romantiek begint. Ja. Ik heb heel lang gedacht, ik ben eigenlijk dit boek begonnen, als je vroeg even van hoe gaat iemand dat doen? Uit ergernis en uit verveling over de romantische categorieën. Altijd grens verleggen, altijd ondermijnen, altijd avant-garde, altijd de dingen van de andere kant bekijken. En gaan ze me denken, van, daar komt die hele riedel weer. Hè? Ik heb wel eens vroeger met studenten een tekst bestudeerd van een bekende Nederlandse schrijfster. Die had net de grote prijs gewonnen. En die liet echt het achterste van haar tong zien, haar poëtica. En dat waren alleen maar romantische gemeenplaatsen die ze verkocht. En ze werd daar enorm om geprezen van, oh, wat was dat origineel en bijzonder. Ik dacht van, jezus, dit hoor ik al twee eeuwen, dit verhaal. En dus uit die ergernis ben ik gaan zoeken, hoe komt dat? Hoe zijn we in die situatie terechtgekomen? En goed, daar ben ik een beetje in de weg. Ik ben niet de weg kwijtgeraakt, maar ik heb hem ook weer teruggevonden uiteindelijk. Om dit te schrijven. Want dit is eigenlijk nog maar de inleiding bij het boek wat ik eigenlijk wilde schrijven. Want dat zou moeten gaan over de avonturen van engagement en laarpoelaar. En die dialectiek zou je kunnen zeggen. Daartussen. Dus jij voelde de behoefte om alles. Je zag een patroon in al die kunstenaars die zich op een bepaalde manier manifesteren. Precies, en je dacht, ik ga precies duiden. Ik heb me af gaan vragen, waar komt dit vandaan in godsnaam? Dat iedereen voortdurend hetzelfde roept. Overigens, hetzelfde roept op het ideële niveau van het kunstbegrip. Dat begrijp ik. Daar wordt natuurlijk heel verschillende kunst gemaakt. En toen ben ik gaan kijken, waar komt het vandaan? En zo ben ik in die 18e eeuw, waar ik om andere redenen ook al vaak vertoefde, terechtgekomen. Want het is ook zo dat al die gekke idealen van die kunstenaars de wereld verbeteren, regenereren, er is allemaal niks van terecht gekomen, maar het heeft wel fantastische kunst opgeleverd. En het maakt eigenlijk niet zo vreselijk veel uit als je een talentvolle kunstenaar bent, of je de wereld wil verbeteren of dat je hem wil vervloeken. Ik vind Victor Hugo heeft fantastische dingen geschreven. Baudelaire heeft fantastische dingen. Flaubert heeft het gedaan. Zola heeft het gedaan. Maar die hadden hele verschillende doelstellingen die wel of niet behaald zijn. Dus je kunt ook vanuit het misverstand waar je in je verkeert. Ik heb het idee de kunst zit vanaf de romantiek met het misverstand opgescheept dat ze de wereld kan redden. Maar dat is een uiterst vruchtbaar misverstand geweest. Door het feit dat je je eigen positie overschat of verkeerd ziet. Dat kan een geweldige stimulans zijn om je best te doen. Ja. Dus misverstanden, fouten, onzin, het helpt allemaal. Ja. Het maakt niet uit. Als je er maar iets mee kunt doen wat de moeite waard is. Ja. Dus wat jij doet, ik zou zeggen, dat is een hele goede houding. En er is zeker wantrouwen tegen alle geëikte clichés. Dat is toch alleen maar prettig. hoeven ze niet meer allemaal aan te horen. Misschien is het leuk om af te sluiten. Volgens mij moeten we een beetje gaan eindigen, toch? Hoe zit het met timing? Ja. Ja. Wat jij zei, Stefan, jullie gaan een serie maken over schoonheid. Daar moet het sublieme bij. Ja. Waarom zei je dat? Ja, kijk, schoonheid is ook weer sinds de romantiek een begrip geworden waar je eigenlijk alles onder kunt vangen. Maar dat is dan zo rijk en ruim geworden dat het zinvol is om te kijken naar dat onderscheid tussen het schone en het sublieme, wat ook weer in de 18e eeuw wordt gemaakt. Omdat dan het schoonheid wordt vaak toch nog steeds geassocieerd met de definities die toen zijn ontstaan, waarbij het gaat om harmonieus, om proportioneel, om eigenlijk beperkt. Terwijl als je kijkt naar de kunst die sindsdien is ontstaan,
dat is vaak vormeloos. Dat probeert in het reinen te komen met het oneindige. Dat probeert schrik en angst aan te jagen. Het ontregelen is tegenwoordig een groot ideaal. Nou ja, schoonheid ontregelt niet. Dat is juist meer geruststellend in plaats van verontrustend. Ja. Terwijl heel veel kunst die sinds de romantiek wordt gemaakt, dat tot doelstelling heeft. En daar past de categorie van het sublieme, die juist vormeloosheid en een soort mengeling van angst en genot probeert. Strijden die twee begrippen met elkaar? Wil het een het andere uitsluiten? Of willen mensen die met het sublieme bezig zijn het schone uitsluiten? In de 18e eeuw heb je mensen die dat echt als twee als een oppositie beschouwen. Maar die romantici die zeiden van ja, het is eigenlijk geen oppositie. Want wat in het sublieme wordt beoogd, hè, die ontregeling en dat in het reinen komen met het oneindige, dat willen wij in de schoonheid ook. Niet dat je het bereikt, maar we zijn daar wel naar onderweg. Dus een kunstwerk is een eindige vorm voor het oneindige. Dus in de eindige vorm van het kunstwerk probeer je iets te suggereren wat nooit in het kunstwerk past. Maar omdat je het suggereert en als je het goed doet, zit het er op een of andere rare manier toch in. Dus is dat onderscheid weggevallen. Maar het is helemaal niet onaardig om dat er toch bij te halen. Omdat je dan die dimensie van de schoonheid ziet. Dat het niet alleen maar een soort, Anton Pieck-achtige geriefelijkheid suggereert. Ja. Maar of je dat schoonheid noemt of subliem, maakt niet zoveel uit. Maar zolang je maar beseft dat in het schone het sublieme is opgenomen met alles wat dat aan mogelijkheden ook biedt natuurlijk. Hè. En dat zijn typisch mogelijkheden waar die klassieke kunstopvatting weinig raad mee wist. Alhoewel het er volop aanwezig was in de vorm bijvoorbeeld van tragedies. Wat het hoogste genre was in de klassicistische doctrine. Maar ja, dan hadden ze altijd het je ne sais quoi achter de hand. Als het echt moeilijk werd, zeiden ze ja, het is een je ne sais quoi. We weten het niet. Ik denk dat het een heel erg leuk gesprek was. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ja. Is er nog iets wat je wil zeggen, Kate? Nee, ik moet weer even nadenken, geloof ik. Ja. Dan gaan we dat doen. Ja. Dankjewel. Dank je. Ja, dank. Oké. Dat is mijn genoegen.